2016 wordt geen gewoon jaar voor de European VW Fun Cup. Sinds 2012 racet de kever onder de vlag van Kronos Events. Maar de sympathieke bolide is wel al aan zijn 20ste seizoen toe. Het is waarschijnlijk dan ook het oudste aller monomerk in kampioenschappen. En bij de start van wat een spannend 2016 zou moeten worden, vonden we het een goed idee om de bedenkers van het concept op te zoeken. Te weten, Frans Dubois en Pascal Wittemeur. Liefhebbers van de VW Fun Cup, zo is alles begonnen. Eigenlijk was ik ingeschreven voor de 24 uur 2PK en ik reed voor een goed doel en ik deelde de wagen met Prins Laurent. Maar racen met de 2PK, ik dacht dat dat verschrikkelijk zou zijn, maar ik moest vaststellen dat je daar ook veel plezier aan kon beleven. Ik zag mensen rond mij die zich ontzettend amuseerden en zelfs al stonden die 2PK's de helft van de tijd in de pits om te worden gerepareerd. En toen ik terug naar huis reed, bedacht ik dat er een wagen zou moeten worden uitgevonden in dezelfde geest als die 2PK's, maar heel wat betrouwbaarder. En dat was de basis van de VW Fun Cup. We hebben het over eind 1995. De idee is er dus al, ze moet enkel nog werkelijkheid worden. En dan is het tijd voor Frans Dubois, de tovenaar van Bossu. Pascal kwam toen op een zaterdag bij mij en we praten over van alles en nog wat, de staat van de autosport in België ook. En ik kwam terug van een 2PK-koers en hij zei, we doen hetzelfde, maar met Volkswagen. Waarop ik dan, ja, maar dan moet het met een buizenchassis worden, want ik wou eigenlijk altijd al een NASCAR op zijn Europees bouwen. En we hebben elkaar een hand gegeven en op maandag zijn we eraan begonnen. Het duo kan het project echter niet alleen realiseren, maar al snel vinden ze de nodige steun. Ja, al snel hadden we een paar vrienden, waaronder JJ Malvois, die het een goed idee vonden. Maar in het begin, moet ik toegeven, hebben we wel een beetje gepanikeerd, want het kostte ons wel wat moeite om die eerste 8 auto's te verkopen. Maar met de hulp van onze vrienden geraakt het project toch van de grond. Wij vonden het eigenlijk al fantastisch dat we 18 wagens hadden verkocht. En we hadden nooit gedacht dat we in 20 jaar van 18 naar 400 geproduceerde wagens zouden kunnen stijgen. Na een eerste ontwikkelingsjaar wordt de eerste VW Fun Cup wedstrijd in juli 1997 georganiseerd op de omloop van Chimay. En in 2016 zitten we aan de start van het 20ste seizoen. Daar moet Frans Dubois toch wel trots op zijn. Ja, bij die eerste wedstrijd in Chimay kreeg ik het wel een beetje warm en koud toen ik die 16 wagens zag vertrekken. En toen hier eens 160 wagen, 10 keer meer, dan was het nog beter. Dus trots, ja, een beetje wel, ja, maar niet meer. Ik heb altijd al grootste dingen willen doen. Ik heb nog een paar zotte ideeën zelfs, maar ik word er 70 dit jaar en ik weet niet of het zo verstandig is om verder te blijven doen. Ja, Frans, de tijd vliegt snel, maar af en toe is het ook eens goed om terug te blikken. Ja, ik denk wel dat de echte papa en mama van de Fun Cup, dat Frans en ik zijn. En als ik 20 jaar later zie dat er hier 80 auto's aan de start staan, dat er 400 gebouwd zijn, ja, dan word ik eigenlijk wel wat stil van, ja. En emoties, daar zullen er in 2016 ook genoeg van zijn. In ieder geval, bedankt Pascal en Frans. Bedankt voor dit schitterende idee. En laat u ons toe ook even te denken aan JJ Malvois, de vorig jaar overleden president van de Belgian VW Club. Ook hij zou ontzettend trots geweest zijn op deze 20ste verjaardag.